Nieuwe Oogst TV wordt mede mogelijk gemaakt door Victoria Mengvoeders, de specialist in rundveevoeders. LTO Energie, het grootste energiecollectief van de agrarische sector. En VDB Megapool in Stroe. Alle nationale topcompetities van de tractoren en trucks zijn aanwezig. Dit is Nieuwe Oogst TV. Met vandaag... Meer faillissementen in de landbouw. Onderzoek naar insecten als alternatieve bron van eiwit en vet... En zaterdag toch begonnen met het zaaien van mais. In de land- en tuinbouw zijn in het eerste kwartaal van 2016 16 faillissementen uitgesproken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 steeg het aantal faillissementen in de sector met 2. Opvallend hierbij is het grote aantal varkenshouders dat dit jaar al failliet ging. In de varkenshouderij zijn in de eerste 3 maanden van dit jaar 5 faillissementen uitgesproken. En dat is bijna evenveel als in heel 2015, toen 6 bedrijven in deze sector over de kop gingen. Ook stopten dit jaar al 2 pluimveehouderijen er noodgedwongen mee. Vorig jaar ging in deze sector maar 1 bedrijf failliet. For Farmers doet mee aan een onderzoek van Wageningen UR om de kwaliteit van insecten voor gebruik in voeding voor dieren en mensen te kunnen garanderen. Zo kijken de onderzoekers onder meer naar mogelijke opbouw en uitscheiding van chemicaliën door insecten na het gebruik van nieuwe grondstoffen in insectenvoeding. Insecten bevatten namelijk een hoog gehalte aan eiwit en olie. Daarom zouden ze nuttig kunnen zijn in voeding voor bijvoorbeeld jonge dieren. Dit zou kunnen leiden tot een zeer duurzame bron van eiwit van goede kwaliteit. Door de extreme weersomstandigheden van de afgelopen week is overal in Nederland de bodemtemperatuur gedaald naar onder de 10 graden. In vergelijking met vorig jaar ligt de bodemtemperatuur, met uitzondering van het zuidwesten, globaal 2 graden lager. Agrifirm adviseert om zeker nog een week te wachten met de inzaai van percelen. In Ede is Gerrit Nap van loon- en grondverzetbedrijf Nap afgelopen zaterdag toch begonnen met het zaaien van mais. Ik ben hier samen met mijn broer, die staat aan het zaai klaarmaken. Gaan we hier de mais zaaien. Het eerste stuk van dit jaar. Door de kou en de nattigheid is het allemaal wat later geworden. En nu gaan we proberen of de machine uit zijn winterslaap wil komen. En vandaag is het mooi weer geweest, dus dan kun je het vast de gang maken. Volgende week wordt mooi weer, dan barst het werk los. Het is laat van het jaar, normaal wel vol op de gang, rond deze tijd. Ja, de nattigheid is allemaal een beetje vertraagd. Het is een hoog stuk, dus hier kunnen we wel vrij vlot aan de gang. Er komen miljoenen euro's aan Europese subsidie beschikbaar voor de promotie van groente en fruit. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft hierover met vertegenwoordigers van de Nederlandse tuinbouw overeenstemming bereikt. De inzet op productvernieuwing, verduurzaming en marketing moet helpen om de positie van de tuinbouw als wereldmarktleider te behouden en versterken. 1 op de 12 boomkwekers heeft plannen om een nieuwe of tweedehands trekker te kopen. Dat blijkt uit onderzoek van AgriDirect in Rochel. In vergelijking met 2014 is de animo toegenomen. Toen had 6,3% van de boomkwekers investeringsplannen in trekkers. Nieuw Holland is het trekkermerk met het hoogste marktaandeel in de Nederlandse boomkwekerijsector. AgriDirect heeft in december 2015 ongeveer 1000 Nederlandse boomkwekers gepeild over hun investeringsplannen. Tot slot het weerbericht van agrowieradvies.nl. Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws, check www.nieuweoogst.nu of volg ons op Facebook, Twitter of YouTube. Nieuwe Oogst TV werd mede mogelijk gemaakt door Victoria Mengvoeders, de specialist in rundveevoeders. LTO Energie, het grootste energiecollectief van de agrarische sector. En VDB Megapool in Stroe. Alle nationale topcompetities van de tractoren en trucks zijn aanwezig.